moeten naar Bart. Zo is Bart in Sint-Niklaas, zit daar bij Nikita en die is aan het oefenen. Bart, hoe gaat het? Het is zo'n leuk stuk, echt hilarisch. Echt? Het is lachen. Het is echt heel grappig. Ja, het wordt echt een knaller. Het lukt wel, Nikita kent haar tekst heel goed. En, Nikita, doet hij het goed eigenlijk? Echt? Doet hij het goed, ja, Bart? Ja, hij doet het heel goed eigenlijk. Ja, ja, ja. En vooral een duizendpoot, want hij moet van ene personage naar de andere gaan. Ja, anders moeten jullie even meeluisteren, want we zitten nu aan een scène. Even situeren misschien. Die scène speelt zich af in de hotelbar. En ja, Nina, dat is de dochter, dat is dus de rol van Nikki. Die komt stiekem binnen met Ahmed. Ahmed, dat is de loopjongen en ook zowel het liefje van Nina. Mm-hmm. En dan komen er later ook nog Marcel en José bij. Dat zijn dan de ouders van Nina. Dus, oef, maar dat is natuurlijk wat we nu aan het repeteren zijn. Maar ja, we kunnen maar proberen. Doe maar even. Dus Nina komt dan zo stiekem binnen langs de keuken door in de bar. Samen met Ahmed. Ja, oké, goed. Daar gaan we. Ja, doe maar. Ja. Ja, zij hier toch niet dadelijk binnenkomen? Nee. Kom hier, dat je een beest geeft. Nou, wat baas, serieus geschoten uit zijn sloep. Ik schrik dat hij mij zal laten vliegen buiten. Dat laat ik niet gebeuren. Kom hier, dat je nog een beest geeft. En op dat moment komt José uit de keuken, mijn moeder dus. Nina redt zich uit deze situatie door Ahmed zijn vlinderdasje weer recht te plaatsen. Voilà, zij daar hangt weer recht. Ja, dank u, juffrouw. Ah, Ahmed, hier ben je. Kan je snel naar de winkel? Op de keukenkast ligt een briefje klaar. Tot uw orders, mevrouw. Oh, wat krijgen we nu? Een aangetekende brief? Ja, van de facteur in me laten aftekenen. Nina, snel, een stoel! Wat is er, maat? Kun je zien of je zijn een belastingsbrief aan het lezen? Dit is zoveel erger! Maar alleen... Jullie hebben me meegedaan! Allee, wat is er, ma? Allee, zeg je niet? Uw vader, roep uw vader! Ma! Wat nu weer? Ons ma heeft u nodig! Maar weer al! Zeg, het is nog maar van deze morgen geleden dat wij... Ja, goed, pa, zeg, kom aan, kom nu maar! Allee, waar is die brand? Hier. Ik denk dat we die met kunnen halen. Ja, wat is er? Want dat wordt een knaller, want het wordt echt een hit. Lachen, hè. Ik heb het je gezegd. Lachen. Lachen, gieren, brullen, zeg ik. Oh, jammer dat jij niet meedoet. Ja. Kan je niet nog snel meedoen? Een bijrolletje of zo? Ja, weet je... Nee, dat ga ik niet zeggen. Ik heb hier een rol gevonden. Theo, klant, homo staat erbij. Dat is misschien iets wat ik nog wel aan kan. Ja, of Ahmed, die deed dat heel maar goed eigenlijk. Misschien ja? Zo, ja. Okay. Hebben ze al een Ahmed of nog niet? Ja, ze hebben al een Ahmed. En hij heet toevallig ook Bart. Bart. Maar Ahmed is wel een beetje zo praten. Allee, heel goed. Goed, zeg, veel succes er nog mee. Goed oefenen nog. Dat een beetje op iets trekt. Maar ik denk dat het helemaal goed komt als ik het zo hoor. Allee, succes, hè. Bye. Bye.